frisse avonduitzending in het nieuwe jaar nu. En we beginnen meteen al goed. Want op deze laatste vakantiedag, want morgen beginnen de meeste scholen weer, hebben we een gezellige film die bedoeld is als vermaak voor het hele gezin. Maar we hebben uiteraard nog meer vanavond. Kijkt en luistert u naar het programmaoverzicht. Vanavond brengt NCRV de speelfilm The Love Bug, een Walt Disney productie over de geweldige kwaliteiten van een raceauto, Herbie genaamd. What is this thing doing in my showroom, may I ask? I believe Miss Bennett may know something about this. Miss Bennett. Yes, you remember when... Rond 8:55, een aflevering van de Cosby Show. Thank you for letting me work. You're welcome. What's up? Can you keep a secret? Sure. Okay, close the door. Ooh. I got Tanya something. Ooh, Tanya, are you two becoming a thing? Well, I've been seeing her for a while and I really like her. Did you buy her a ring? You'll see. You did. You did. Keep it down. Vanavond het laatste deel van Quo Vadis. De christenvervolging in Rome is in alle hevigheid losgebarsten. Het meditatief moment komt ditmaal vanuit de historische kathedraal van Canterbury. In the year 597, there was a church already here, which was to be given to him. En tot besluit van de avond, de Amerikaanse ziekenhuisserie Saint Elsewhere. Check upstairs with Theo Williams, see if anyone's missing from sight. Okay. And call security. Already did. Okay, see you after lunch. Deze programma's vanavond bij de NCRV. En dit was nog maar een eerste kennismaking met Herbie, het autootje met menselijke eigenschappen. Gelukkig trouwens dat hij weer gerepareerd is, want dat stelt ons in de gelegenheid om u volgende week zondagavond om 7:05 bij de NCRV te laten kijken naar de film Herbie Rides Again. Ja, en voordat Bill Cosby zich stort in zijn maandelijkse kaartavondje, hebben we eerst nog even een mededeling voor u. Op vrijdag 23 januari aanstaande maakte NCRV televisieopname van BZN ter gelegenheid van hun 20-jarig jubileum. Na de televisieopname, die plaatsvindt in de bloemenveiling Het Westland in Naaldwijk, zal BZN nog een live concert geven. Als u dit dubbel optreden van BZN wilt bijwonen, kunt u vanaf morgen kaarten à 20 gulden kopen bij alle VVV bespreekbureaus en telefonisch onder nummer 020 27 31 81. En trouwens ook bij het cultureel centrum De Naald in Naaldwijk. Ja, en volgende week zondag natuurlijk weer de Cosby Show, alleen dan iets eerder, namelijk om 8:30. Voor nu, dames en heren, hebben we de slotaflevering van onze vervolgserie Quo Vadis geprogrammeerd. Eerst maar weer even een korte samenvatting van wat er vorige week allemaal is gebeurd. Tijdens een sobere plechtigheid in de christelijke gemeente worden Marcus en Ligia door een huwelijk met elkaar verbonden. Onder leiding van Tigellinus, de commandant van de keizerlijke garde, vinden felle christenvervolgingen plaats. Ligia wordt ook gearresteerd en gevangen gezet. In haar cel wordt ze opgezocht door Marcus, die alles doet om haar vrij te krijgen. Te midden van alle vervolgingen probeert de apostel Petrus zijn medechristenen moed in te spreken. Dit was het zesde en tevens laatste deel van Quo Vadis. Wellicht, dames en heren, heeft u eerder op de avond onze serie Weg van de Snelweg gezien over het graafschap Kent. Deze route begon in Canterbury, waar de wieg stond van het Engelse christendom. Kanunnik Peter Brett van de kathedraal van Canterbury spreekt nu vanuit de koorgang van het klooster een korte overdenking uit.